Goedemiddag, welkom in de Tongers Keuken. Vandaag gaan we vervolg geven aan onze nieuwe rubriek In de Tongerse Keuken met... Inge heeft een slappe lach. Vandaag koken met Inge. Inge, stel jij je even voor. Ik ben Inge Minten, ik woon in Helmond. Ik ben geboren in Venlo, in Limburg. Limburg? Ja. En vandaag gaan we ook een Limburgs recept maken. Dat had ik al verwacht. Ja. En wat gaan we maken, Inge? Limburgs zuurvlees. Limburgs zuurvlees. Klinkt lekker. Is ook lekker, want ik heb het al een keer eerder gehad. Maar nu gaan we laten zien hoe het gemaakt wordt. Ik zou zeggen, aan de slag. 1 kilo rundvlees. 500 gram champignons in schijfjes gesneden. 2 flinke sneden peperkoek. 3 flinke gele uien in halve ringen gesneden. 1 glas rode wijn. 6 laurierbladeren. 2 blokjes rundvleesbouillon. 2 eetlepels appelstroop. 4 eetlepels natuurazijn. 2 eetlepels bloem. Hachékruiden, 1 liter water, 50 gram bakboter, een paar scheuten olijfolie. Nou, dan beginnen we met het zuur vlees, Inge. Ja. Wat gaan we eerst doen? We gaan het vlees aanbakken. Aha, lekker rund vlees, ja. Een blokje gesneden. En nu is het gewoon op hoog vuur goed aanbakken. De vlees hebben we gekruid met hachékruiden net, hè? Ja, ja. Okay. Dat klopt. Dus even aanbakken en dan... Oké, tot zo. Nou, ons rundvlees is volgens mij aan het bakken op een andere pan. We hebben hier een pannetje en wat gaan we daar doen? Dan gaan we de uitjes in kruiden. Oké. Drie uien hebben we gesneden. Oké. En die gaan we nou aankruiden. Oké, en dan als ze aangekruid zijn? Dan doen we er de champignons dadelijk bij. Oh, die gaan we daar de champignons bij, oké. Ja. Goed. En nu kunnen de champignons erbij. Ja, het lijkt nou heel veel, maar ja, ze stinken nog heel erg. Hè? Ja, klopt. En nou even goed aanbakken hier. Oké. Zo. Ons rundvlees staat heerlijk te pruttelen. Ja, het is nou goed bruin. Inderdaad. Dus nu gaan we bloem bijvoegen voor de, voor de roet, zeg maar. Ja. En ja, ik begin altijd eerst met 2 eetlepels. Ja. En dan goed doorroeren. En dan zie je eigenlijk van, moet er nog iets bij of niet. Wat kijk je, waar let je dan op? Ja, dat wat dikker aanbindt, zeg maar. Ja, ik vind dat er nu nog een lepeltje bij kan. Oké. Goed blijven roeren, want anders bakt hij en bakt hij ook aan. Oh, dan bakt hij ook aan. Ja. Dus nu kunnen we eigenlijk meteen 1 liter kokend water erbij doen. Zo. Zal ik het erbij gieten? Ja, dat mag. Een beetje verdelen, denk ik. Ja. Het vlees staat onder, dat is voldoende. Ja, dat is voldoende, ja. En dan de bouillonblokjes. Ja. 2 bouillonblokjes kunnen erbij. Gewoon heel of kunnen in stukjes? Nee, ik kan gewoon heel erin, dat lost zijn eigen op. Oké. Ja. Nu gaan we de azijn erbij doen. Ja, 4 tot 6 eetlepels. Maar ik doe er vandaag 6 in, want ik hou van kracht. Van wat krachtiger smaak. Oké. Dat geeft eigenlijk de naam zuurvlees. Ja, inderdaad. Ja. En dan nog 2 flinke eetlepels stroop. Die kunnen er doorheen roeren, dan lost het zich van ijs op. Het is appelstroop, hè? Het is appelstroop, ja. En dan even door elkaar roeren. En nu doe ik de gesneden peperkoek erbij. En ja, dat lost hem van zijn ei op. Heb een keer niet even tijd nodig. Dat geeft
geeft wel een specifieke smaak aan het gerecht. Ja, dat is waar. Ja. En nu gaat de rode wijn voorbij. Het is ongeveer een glas rode wijn. Mm-hmm. En dan kunnen we ook meteen de laurierbladeren. Ik heb 6 laurierbladeren. En 6 grijpnagels. En dan voegen we, heerlijk worden. Ja, en dan voegen we dadelijk alleen nog de champignons en de eieren erbij. En dan kan het ongeveer 3 uurtjes opstaan. Oké. En nu voegen we de champignons en de eitjes toe. Dat is eigenlijk het laatste ingrediënt voor ons gerecht. Ja, okay. Dat klopt. En dan kan het lekker 3 uur pruttelen op laag vuur. Oké. Nou. Hebben wij eventjes de handen vrij om hier puin op in de keuken op te ruimen en gezellig wat te borrelen. Ja, en te kletsen. En te kletsen, ja, zeker. Nou mensen, we zijn 3 uurtjes verder. Dit is het eindresultaat. Dit serveren we zo meteen met frietjes, maar met rijst is ook heel goed mogelijk. Zeker, hè? Ja. En het ruikt overheerlijk. Zuurvlees uit Limburg. Niet vergeten, liken is leuk, abonneren wordt gewaardeerd en is gratis. Is er iets niet duidelijk in deze film? Onderaan de film vind je een link naar Seizoenenblog onder de rubriek Dagschotels van Camille of In de Tongerse Keuken met... Met Inge. Met Inge deze keer. Kun je alles nog eens een keer teruglezen. Wij gaan zo meteen aan tafel. Smakelijk eten en tot de volgende keer. Goed.